We kruipen steeds dichter naar kerst toe. We worden al een beetje zenuwachtig. Sinterklaas zijn we al een beetje vergeten. En we gaan toe aan het hoofdgerecht. Het hoofdgerecht is een prachtig gerechtje. Eigenlijk een klassieker in de gastenbar. Een tournedel van haasfilet met rode kool, appeltjes en mierikswortel. Heel klassiek, heel lekker, heel simpel en ook weer heel makkelijk voor te bereiden. In de oven. De appeltjes zijn gekarameliseerd met een klein beetje tijm en honing. Je jus staat in te koken. Ook hier weer als de beurre blanc saus bij de kabeljauw. Je kan zelf hazenjus maken, maar je kan ook een klein telefoontje plegen naar je favoriete restaurant. Bel maar om een beetje hazenjus te vragen. En ik heb er gewoon een klassieke rode kool bij gedaan. En qua groentegarnituur moet je gewoon even kijken. Schorseneren, groene kool, zuurkool, noem maar op. Alles is eigenlijk lekker bij het haas. Het bord. Doe ik even weer verwarmen. En we zijn klaar om te dressen. Nou, de tournedel van haas is met deze temperatuur en deze garing perfect van cuisson. Een beetje rosé, niet te rood, maar wel een beetje rosé van binnen. Wil je wat verder, dan doe je hem 2 à 3 minuutjes langer. We beginnen met de rode kool op het bord. Mooi in het midden. Heerlijk die geur van die rode kool met een beetje kaneel, kruidnagel. Toen een doosje van haas. Mooi strak in het midden. Dan kun je de appeltjes, ik doe 3 stukjes, verdelen. Misschien dus eentje op de haas, eentje ernaast een beetje, die andere er wat tegenaan. Maar dat is een beetje een kwestie van opmaken hoe je dat zelf wil. Kijk, het ziet er gelijk al qua kleur heel mooi uit. Ik heb een jus. Een saus maakt eigenlijk het gerecht. Die doen we er lekker omheen, een beetje over die rode kool. Houd een beetje centraal. En als laatste gaat er een klein beetje van die mierikswortelroom bij. Dat geeft net een beetje dat spicy eraan. Ja. Het hoofdgerecht voor deze kerst. Heel Nederland aan de haas. Rode kool, mooie jus en gekarameliseerde appeltjes. Eet smakelijk en tot ziens in de gastenbar.